Ja jongens, welkom bij een nieuwe video van DW Fish Team. Het is weer vrijdag, gelukkig, weekend. Lange drukke week geweest op het werk. Dus we mogen eindelijk weer vissen. Ik heb er heel veel zin in. Sta in mijn werk, even langs de hengelsportzaak gereden. Want ik heb nog wat spulletjes nodig. Gelukkig zit er eentje in de buurt, regent het Den Haag. En ik ga snel wat halen. Dankjewel. Zo jongens, spullen zijn gekocht. Ik ga snel naar de waterkant, want ik heb zin om te vissen. Let's go. Yes, jongens, je ziet het. Wietse die heeft me even opgehaald en het autootje zit vol met spullen. Ik denk dat je Wietse niet eens kan zien. Nee, zie jou niet. Want er zitten wat tentjes voor. We zijn bijna bij het watertje. We gaan weer eindelijk eens een keertje gebroedelijk vissen. Dus ik heb er mega veel zin in. Het is een goed weertje. Het zonnetje is bijna onder. Dus tijd om op te gaan bouwen. Zo jongens, de spullen liggen klaar. Tuiner, hoe gaan we het aanpakken vandaag? Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw visie. We hebben nog een paar kleine uurtjes om op te bouwen. Nou, een paar, eentje. Eentje, anderhalf. Dus er staat een lekker kabbeltje op het water. Dat is allemaal fantastisch. Ik denk dat we gewoon de hengels gaan verdelen zoals we het hier altijd doen, wat het meest effectief is. Richting de hoeken vissen, verdelen linker en rechterkant onder elkaar. En dan moet er zeker een visje of 3-4 uitkomen. En wat is er vanavond? Wat is het plan? Wat is vanavond? Ik heb bijna volle maan. Ja, bijna volle maan. Je weet wat dat betekent? Bakkenacht. Bijna bakkenacht. Bijna bakkenacht. Dus 14 kilo. Ja, precies. Net geen 30. Net geen 30. Zo, boys. Eerst hengeltjes klaar. Mooie snowman-presentatie met een Tigernut Crush karamelbolie. Wat ga ik erbij voeren? Je ziet dit gewoon een handje bollen. En die vis, hè, het is najaar, jongens. Dus die vis gaat gewoon vreten. Dus dan moet je ook gewoon naar voeren. In het voerbootje ga ik denk een handje of 2-3 doen. Met wat kapot geknepen bolies en wat hele bolies. Je ziet het. En de pop-upy die springt er toch tussenuit. Dus dat is mooi. Voor de rest ga ik de rest van dit zakje. Bijna een kilootje met het boliepijpje. Tijgernoten? Eromheen voeren. Geen tijgernoten. Dit is de bolle hengel. De bolle hengel is voor de bakken. De bakkenhengel. Bijna bakkenacht. Bijna bakkenacht. Een kilootje of 4. Dat zou je tevreden mee. Ja. Hij kan erin. Eeuw. Hey! 1, 2? Nee, ja, die lijn zit fout. Ponsie. Nou. Hufter. Hé jongens, ook mij is het druk om eerst hengel klaar te maken. Simpel verhaal, 16 centimeter. Stoommannetje. Holtuna Boy en Holtuna Pop-Uppy. Eigenlijk het hele pakket. We leggen hem in de voerboot. Het is niet zo gek. Ik doe hem goed achter het kippie. Zit er verrat met. En even gewoon goed voer erbij. Het is najaar, dus voeren maar. Zo, dat vind ik een mooie symfonie. Ah, weet je, ik ben een tijdje niet geweest vissen. Ik heb de laatste tijd veel kooikorps van, dus een beetje motivatie op. Ik zit hier niet. Ik denk van, wat kom ik graag doen. Maar dit is hem, we gaan ervoor. Jongens, de tweede hengeltjes klaar voor gebruik. Ik ga vissen met de Tigernut Crush en ik voer met de Scopex. Hoezo dan? Omdat ik de verkeerde zag bollen met en die andere allemaal had opgevoerd. Wat ben je nu? Nu ben ik een sukkel, maar het ligt wel heel verspreid met de boliepijp eromheen. Dus oké, dan is het goed. Kwaad. En ik voer nog wat tijgenootjes bij. En dat zit natuurlijk ook gewoon door de bolie heen verwerkt. Dus dat is een plus 1. En 1 plus 1 is 2. Hoe oud zijn de tijgers dan? De tijgers zijn al zo'n kleine 4 maatjes oud. Nee joh. Niet? Tuurlijk niet. Het is nu oktober, hè? We gingen in augustus op vakantie. Augustus, september, oktober, 3. Twee. Maar ze zijn nog steeds niet beginnen. Toch kwaliteit. Ja, ik kom geur vanaf. Dat zeker. Als je dat voerbootje tropt, dan komt er meteen karp op af. Dat weet ik ook wel zeker. Maar ik denk ook als je een slokje van neemt en je drank is op, neem je er een slokje van. Ben je dronken. Zeker weten, mega veel. Ja. En nooit meer ziek. Ik ben hartstikke ziek. Ben je immuun? Je niet aanbevelen. Nee. Ik wil het wel zien of veel. Ja, ik niet. Die hengel die ik net heb uitgevaren, die is echt mega ver. 200 meter denk ik. In een zijzootje, takkie, inrangetje. Altijd een mooie trekroute van vis die hier langskomt. Ja, en eigenlijk heb ik altijd hier gevist. Dus die stek altijd afgegaan. Dus, maar ik ga vervoeren, want het is echt een peurse end. En je kan er vanaf de kant bijvoeren. Het is altijd beter om een beetje verspreid rondom de voerbootplek gevoerd te hebben. En ondertussen gaat Chet zijn tweede hengel uitvaren. Dan heb ik nog één hengeltje. Dan kunnen we eigenlijk eten.
Het is dan 7:45 en dan hebben we Mexicaans op het menu staan. Lekker. Zo meiden, de tijgers hebben op veilige afstand gezet. Er komt de geur vanaf, is niet normaal. Maar je komt ook een geur vanaf. Ja, zien wat er in jouw pan zit? Kijk eens. Oude burger bakken. Gedraaid en wel. Mexicano. Ik kom zo dicht doen. Is niet slim. Mexicano. Mexicano. Oké. Okay. Nou, ziet het er goed uit of ziet het er goed uit? Het smaakt ook nog eens goed. Nee, dat is helemaal top. Een groene Jan erbij. Oh, lekker. Voor mij een lekker watertje. Voor mij is het weekend. Precies. Nou jongens, helemaal terug gaan. De maan, je moet maar eens filmen, die is voller dan je zou denken. Waar is die? Zo goed kan als, niet zien. Hij is zo goed als vol. Kijk jij eens? Ja, je ziet daar, je ziet het. Oké, mooi. Zo goed als vol. Dus het is bijna een bakkennacht. Ik denk dat het in plaats van 14,5, 14,9 kilo wordt. Zou mooi zijn. Bijna een bak. Teken ervoor. Maar lekker windje, luchtdruk is goed. Dus we gaan het gewoon zien. Zal ik er eens een laten? De soundbox staat aan, dus het kan gebeuren. Yo, dames en heren, het is 10 uur. We hebben een leuk spelletje gedaan. Het is inmiddels mooi geweest. Dan slapen over 2 uur is eerste vis, vind je niet? Het zou mooi zijn, jongen. Het zou mooi zijn. Dat rust. Er staan eerst. Een lekker, het windje is een beetje toegenomen. Ja, dat is mooi. Dus het is wel wat frisser, maar... Oké, okay, over een uurtje eerst vis. Helemaal op. Kan wel. Want het is nu, hoe laat? 10 uur. Wacht even. Pats. Jullie zien het, een hele plas, want wat is er nou gebeurd? Het heeft in één keer geregend, terwijl dat nou niet zou gaan doen. Maar wat hebben we hier? Yeah. Het is de welbefaamde wiet van de Schee met een kommet op. Ja, buddy. Zo, je ziet er wel moe uit. Zo, 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 zo. We gaan eens even dichterbij filmen. Daar komt ie. Ja hoor. Niet normaal. Oeh, ja. Lekker jongens. Staat ie. Eerst is binnen. Lekker hoor. Lekker. 4 uur 's nachts. Genieten. Staat ie er man. Mooie karp al gevangen. Koud aan jongens. Ja, het is wel fris hè. Hey. Er staat inderdaad een lekker windje. Nog een lekker windje. Godverdomme, ik ga gauw mijn bed in. Water is weer goed op af. Dat zeker is. Het bootje zit er vol jongens, we gaan hem weer inknallen, een stukje varen, maar zoals je ziet, het heeft geloond. Jongens, het hengeltje weer. Ik ben moe, ik ga weer verder slapen. Het eerste van de shot is bij actie of het eerste daglicht. Dat rusten. Morgen, boeren en boerinnen. We hebben mooi nieuws, nog één vis erbij gevangen. En die was net met de zonsopkomst. Ik dacht, joh, die twee uurtjes kan hier even in de zak zitten. Dus we hebben twee slachtoffers. Ik ga ze even daarbij pakken. Op de foto zetten. En dan gaan we een wedstrijdje voetballen. Shit, ga meedoen met de voetbal bij mij. Dus kom mooi uit. Moeten we tegelijkertijd voetballen. En opruimen. Dus we gaan ze even erbij pakken. Ontbijten. En dan gaan we weer opruimen. Trijders, de grootste van de nacht. Zoals ik zei, deze kwam net bij de opkomst van de zon. Dus hele mooie vis. Op de Holtuna Bowies van tijdenuitkoop.nl. 9,8 kilo's is die. En ja, snel een fotootje, mag het weer terug. Hé, hey, is puntje gaaf, hé. We gaan weer zijn vrijheid tegemoet geven. Jongens, slachtoffer nummer 1 van de nacht. Ook een mooie visie. Hij ziet er sterk en gezond uit. 8 kilo's, schoon aan het haakje. En deze is op de tijgernoot-bol combinatie. Dus ondanks dat de geur, dat die tijgernoot al een paar maanden staan, de geur is bizar. Vindt de karp stom lekker. Doet het gewoon. Maar... Ik moet er wel bij zeggen, het is denk ik wel de laatste week dat je ongeveer met tijgernoot kan vissen. Het water begint echt koud te worden en dan is het moeilijk te verteren voor karpers, dus kunnen ze aan dood gaan. Dus doe het niet meer, doe het een beetje tot en met zeg eind september. Tip van de dag, tot ziens. Tot de watertemperatuur 10 graden is. Precies. Nou, de vrijheid tegemoet. Jongens, bijna bakkennacht. Morgen volle maan. Advies, ga te vissen. Dan wel bakkennacht. Zo jongens, we zijn lekker een 5 sterren hotel maaltijdje aan het maken. Kijk eens even. Ja, mag je dat zo doen? Ja, vind ik ook. Oh, lekker. Kipburger. Een lekker kipburgertje. Van vers kip. In de morgen. Van plofkip. Dat is wat minder. Ah, maar doe het er vandaag nog mee. Geef het er niet om. Eiwit is zat. Wel eiwit. Ja.
kleinste griebel ooit eraan. Moet je kijken, joh. Ja, zo, mooi. Mini. Dan had ik nog veel meer bakken gevangen. Het is echt een joekel. Maar goed, het is zoals het is. Wat? Yo! Yo, yoghurt. Zo jongens, we zijn weer thuis. Je ziet het autootje zit poppievol. En het was een geslaagde sessie. Pas wel. Helaas geblankt, al de tweede dag te breien. Dat is niks voor mij, dus dat gaan we niet meer doen. Wietse moet weer de video redden. Wietse heeft de video zeker gered. Ik ga vannacht weer vissen met Bram, dus dat zit er ook weer aan te komen. Bram de boodschappen man, geweldig. Maar vond je de video nou leuk? Twee mooie najaarstrips voor Wietse. Doe een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Mis de sessie met Bram niet. Volgende kijk even op. Half vier. Kijk op dvfishnie.nl. Koop Frankrijk deel 3. Of een truitje, putje, petje, mutje, hoodie. Mag allemaal. Zieke kwaliteit. Zeker kwaliteit. Lekker man. Tot ziens. Tot ziens.